Hey jongens en welkom terug bij Pyjama Sam, de helse jacht op de duistere nacht. Dit is Astral Thunder hier en we gaan verder bij de aanlegstijger. Vorige aflevering zijn we in onze kast gesprongen en de bedoeling is dat wij nu gewoon lekker op zoek gaan naar de spullen die wij verloren hebben. Een broodrol, een masker en een zaklamp. Hebben we die spullen gevonden, dan kunnen wij richting duisternis gaan. Dus dat is wat de bedoeling is in deze serie. Wat we uiteindelijk daadwerkelijk gaan doen met duisternis. We gaan hem eventjes een flink pak rammel geven. Tenminste, dat is uiteindelijk de bedoeling. En ondertussen gaan we even genieten van die gijzer. Dat is een gijzer. Een wat? Oh ja, nu gaat hij ons een heel lang grijze verhaal vertellen. Dat is wel even een leuk iets. Ik heb dit stukje ooit eens een keertje helemaal door laten lopen. Gewoon omdat ik even geïnteresseerd was in wat er van wat hij allemaal te vertellen had. En ik wilde eigenlijk gewoon heel graag weten of hier een einde aankomt. Ik kan je nu al vertellen, je kan dit de hele avond door laten draaien. En het is nog steeds niet afgelopen. Nee, ik denk niet dat het tot zover door zou gaan, maar het gaat in ieder geval best wel heel erg lang door. Gratis schooltelevisie, by the way. Oh man, bedankt voor de extra info. Ik weet niet of schooltv ooit een snelle cartoon short had van Pyjama Sam. Ik kan het me haast niet voorstellen, eerlijk gezegd. Wat ik wel even wil gaan doen is, hier kunnen we sowieso niet langs. We kunnen proberen om er langs te gaan, maar dit grote standbeeldbrug ding wil ons er niet door laten totdat we uiteindelijk tol betalen. Je hoeft niet te proberen me om te praten met een of ander verhaal hoor. Als je naar de andere kant wil, zul je tol moeten betalen, net als iedereen. Zie wel. 1 kilo goud. Een kilo goud. Dat is duur, oké? Dat is heel duur voor een beetje tol. Dank u wel, meneer Brug, dat je ons heel even remt van ons spelletje. Oh, kijk, olie. Dat is nice. Oh, god, het is weer aan het kraken bij mij. Vorige aflevering gebeurde dit ook. Ik heb op de een of andere reden wil het geluid een beetje heel erg irritant kraken. En dit is super klote. Ik weet ook niet of je dit hoort in de opname. Ik hoop het oprecht niet. Want dat zou echt ontzettend klote zijn. Oh, dit is... Ik hou van wildwaterbanen. Het is zo vet. Oprecht. Ik hou ervan. Oh. Laten we helemaal naar boven terugvaren. En dan opnieuw naar beneden gaan. Ik heb een beter idee. We blijven hier. Sowieso. We kunnen daar niet meer naar boven. We zullen een andere uitgang moeten vinden. Ik heb een hekel aan de voice actor van die boot trouwens. Als het je nog niet was opgevallen in de vorige aflevering. Ik ben niet zo'n hele grote fan van de voice actors die ze hebben gevraagd voor heel veel van deze personages. Deze boot in het bijzonder vind ik ontzettend irritant. Kunnen we hier naar boven trouwens? Laten we die emmers van dichterbij bekijken. Kan dit? Die stroming is veel te hard. Je kan het toch proberen, man. Je probeert het niet eens. Hallo. Oké, nou dat houdt dus in dat we even een stukje terug moeten. Ik geloof dat we dan hier door deze grot heen moeten gaan. Oh ja, nu gaan we naar boven gelanceerd worden met de gijzer. Dat is super chill. Ja! Ja, dat was leuk. Laten we het nog eens doen. Wat dacht je van nu nog niet? Oké. Oh man. Oké, we gaan even verder. Hier komen we net vandaan, toch? Ja, hier komen we net vandaan. Oké. Dan gaan we even naar de overkant. Oh. Ik weet waar dit naartoe gaat. Okay, ik laat alvast de meter lopen. Huh? Wel, een vriend van me was taxichauffeur in Venetië en... Oké, Joep. Dag. Ja.
Oké, ik hoef je hele lange verhaal inderdaad te horen, dus ga er maar vandoor. Doei! Oh, ik hou van dit. Oh ja, dan krijgen we deze shit. Halt! Waar denk je wel dat je heen gaat? Discriminatie is dit! Gewoon even passeren. Hier. Kan ik je nu al vertellen, dit is de pure definitie van discriminatie. En racisme ook. Denk ik. Valt dit onder racisme? Het ding is, alleen bomen mogen hier doorheen. Weer een grenscontrole. Gaan jullie nu ook al mijn spullen afpakken? Jouw spullen interesseren ons geen zier. Wees daar maar zeker. Wat een opluchting. Sorry, ik wilde helemaal niet onbeleefd zijn. Mag ik er dan door? Nee. Nee? Alleen bomen mogen hier doorheen. Ik vind het zo'n bullshit. Waarom mogen alleen bomen hier doorheen? Alleen bomen. En nu wegwezen. Hartstikke bedankt. Hartstikke fijn. Ik haat jullie. Oké, nou. Het is dus even heel simpel. We gooien deze boomstronk even op ons hoofd. We lopen vervolgens heel eventjes door. Hier naartoe. En dan is de bedoeling dat we doorlopen. En voor u ook een uiterst goede dag gewenst. Ja. En laat die boomstronk dan in godsnaam even vallen. Dank u wel. Wegwezen. Wat is het warm daar binnen. Oh! Dat is mijn lichtmetalen gesigneerde pyjama-man broodtrommel in beperkte uitgaven. Niet alleen dat, maar ik zie daar ook nog wel even wortel met mijn masker. Geef me mijn masker. Dit masker is voor het volk. Het lijkt anders wel sprekend op mijn masker. Eigendom is diefstal, man. En dan nog? Ik heb dat masker nodig om mijn identiteit als leider van het Anti-Dressing Bevrijdingsfront verborgen te kunnen houden. Het wat? Het Anti-Dressing Bevrijdingsfront. Het Anti-Dressing Bevrijdingsfront. Oké. Het maatschappelijke systeem. Wij zijn het beu om altijd maar overgoten te worden met olie, azijn en andere troep. Wij willen opklimmen tot hoofdschotel. Helemaal boven het culinair systeem. Ach, je doet maar. Ik wil gewoon mijn masker terug. Zal ik je eens wat vertellen? De andere wortelen worden gevangen gehouden in de koelkast in de keuken van duisternis. Als jij me helpt om de wortelen te bevrijden, dan geef ik je je masker terug. Dat zou ik wel willen, maar ik heb haast! Ik ga met je mee naar de keuken om de bevrijdings... Ah! Dit is iets wat je heel erg veel tegenkomt in het spel. Je wordt heel erg vaak afgerend door alles en iedereen in deze dimensie. Het is ontzettend fijn dat hij zijn broeders wilt redden ofzo. Maar het helpt niet aan mijn avontuur verder. We moeten duisternis bedwingen. En dat gaat dus niet als we op deze manier verder moeten spelen. Nou, de bedoeling is dus heel eventjes dat we terugkeren naar het huis van duisternis. En dan moeten wij vervolgens de andere wortelen bevrijden. Nou, helemaal prima. Dat is wat we wel eventjes gaan doen. Ik ga eventjes die wortel zijn broeders laten zien. Alsjeblieft, maak nou open die deur, want ik heb hier iemand anders. Wat? Ik kom geven nu nooit op de nooit. Oh, ach zo. Nu jij die vervelende vrijheidsstrijder hebt gevangen, zal ik mijn deur open doen, zodat hij naar binnen kan. En waarom zingt iedereen in deze game? Spreek er gewoon uit! Hè, eindelijk zeg! Dit had ik bijna vergeten, maar je hebt het echt verdiend. Jij hebt de tij doen keren. Je mag dit masker meenemen. Draag het met geheven hoofd. Als blijk van dank vanwege een wortel. Yep, dankjewel. Nu dat eindelijk even gedaan is,
Ik ben eigenlijk wel eens even benieuwd. Wat gebeurt als ik... Ja, dan gaat hij natuurlijk naar beneden. Nog wat anders wat ik hier kan vinden? Nee, natuurlijk niet. We gaan gewoon verder met de rest van de game. Ik denk dat we eventjes naar de mijnen... Oh, wacht even. Ik zag er nog even wat leuks. Moet je kijken. Nog een sok. Inderdaad. Weer van een andere set. Zometeen vind ik ze nog allemaal. Ik denk het niet. Ik heb heel erg vaak meegemaakt dat ik... ik heb ook gewoon wel eens mijn sessies gehad dat ik gewoon even niet eens alle sokken zocht. Ik heb ook wel eens gehad dat ik geen één sok meenam. En dat ik gewoon de game even snel wilde gaan uitspelen. Maar deze game wil ik uitspelen met alle sokken erbij. En als dat echt niet lukt, dan hou ik er gewoon mee op. Ik ben Pyjama Sam. Ik ga duisternis bedwingen en hem in een broodtrommel stoppen. Beste introductie aller tijden. Beter dan dat kan het eigenlijk gewoon niet. Vind ik oprecht. Een depressieve minecar. Waarom zijn alle personages in deze game fucking depressief? Van boven naar onder. God, wat ik allemaal beleefd heb. Maar toen begon ik te roesten. Roesten? Ja, roesten. Kijk maar. Mijn wielen zijn heel... Ja, oké. Okay. Weet je wat? Als je verroest bent, alsjeblieft, hier heb je olie. Dit zal je wielen wel beter maken. Tututututut, boom. Ja, dat is leuk. En nu van achter. En nu van achter, ja, alsjeblieft. Oh, ja, ja. Opzij! Opzij, daar komt u! Opnieuw de koning van het meentransport, bedankt jongen. Hoe was je naam ook alweer? Sam. Nou, Sam, luister, Knar staat voor eeuwig bij jou in het krijt. Dus als je ergens heen wilt in de mijn, dan breng ik je wel. Maakt niet uit wanneer. Oké, dan denk ik dat we gewoon erin stappen. En dan gaan we. Yo! Wat lijkt me dit vet, jongen, om dit te doen. Serieus. Ja, hier kun je nog een klein beetje gaan rondkutten. Een beetje rondklikken. Voor het geval dat je even verveelt of zo. Dan kun je dat even doen. Dat is wel even lachen op zich. Wat is dit? Hey, Knar! Wat is dat? Dat is de watermeter. Oh ja, dat was ook een ding. 953. Dit getal moet je onthouden voor later in de game. 953 staat op de watermeter. Wat is namelijk bij die twee grote... Vorige aflevering stonden we voor twee grote deuren in het huis van duisternis. Dat is een quiz. En je moet het getal op de watermeter in je achterhoofd houden. Dat is een best wel groots iets. En wederom dat gekraak in mijn boxjes. Oké, dat is een best wel interessant verhaal. Wat ik niet kan horen! Ik kan het niet verstaan! Oh ja, we hadden natuurlijk nog een kilo goud nodig voor die verschrikkelijke tolbrug. Oh god, oké. Laten we even deze kant op gaan. Ik weet niet waar het op uitkomt. Als het maar uitkomt op heel erg veel goud. Shit, nee! Oh, goud. Wow, wat dat is goud! Er is... over de top... Ik weet niet eens... Doe eens even lekker overdreven, man. Oh. Nice. Ik had je nog zo gewaarschuwd dat je voorzichtig moest zijn. Ja, maar moet je al dat goud eens zien dat ik nu heb? Aangezien je nu toch steenrijk bent, waarom zou je dat niet een beetje delen? En kreeg ik een klein stukje? Afgesproken. Ja, maar dat kilo goud hebben we ook nodig, Knar. Dat snap jij toch niet. Oké. Nu hebben we dus een kilo goud voor die brugpersoon. Dat is best wel chill eigenlijk. Dan kunnen we namelijk de tol betalen. Dan kunnen we door. Het eerste volgende wat we nu dus zo even moeten gaan doen is teruggaan naar de aanlegsteiger. Dan gaan wij naar die brug toe. En dan gaan we wel eens zo eventjes...
dat blokje goud laten zien. Dan kunnen we door met de rest van de game. Alsjeblieft, dat moet tenminste een kilo zijn. Oké, in orde. Je mag er door. Fantastisch. Nou, dat houdt dus in dat we verder kunnen gaan met de rest van de game. Daar ga ik wel van... Oh! Dan gaan we dit krijgen. Oké. Weet je wat? Ik vind het wel even goed zo. Volgende aflevering gaan we dus blijkbaar eventjes een spelletje boter, kaas en eieren spelen. Of zoals het in dit spel heet, kaas en crackers. Ik bedank jullie allen voor het kijken naar deze video. Als je hiervan hebt genoten, een duimpje omhoog wordt zeer gewaardeerd. Abonneer op mijn YouTube kanaal en luid de bel voor wekelijks awesome video's als deze. Ik wens jullie allen een prettige dag verder en ik spreek je de volgende keer bij een nieuwe video. Astral Thunder, out!